Hallo en welkom terug bij de derde live sessie vanuit het FabLab in Erpenmeren. We gaan het vandaag hebben over het lasersnijden van doosjes, het genereren van parametrische doosjes. En we gaan daarbij een aantal verschillende manieren gebruiken, een MakerCase en Boxes PY. En ik ga jullie ook leren hoe dat je hout flexibel kan maken door er patronen in te lezen. Voilà, dus ik ga direct opnieuw overgaan naar de presentatie. Voilà. En we gaan beginnen met het eenvoudigste en we gaan zo doorwerken naar de moeilijkere of de iets complexere stappen. En het eenvoudigste is doosjes genereren met MakerCase. Dus dat is een online webplatform waarin dat je doosjes kan genereren door de afmetingen in te geven. En je krijgt dan direct in 3D een voorbeeld van hoe dat je doosje er gaat uitzien. En je kan al je aanpassingen doen in 3D en daar automatisch je gegenereerd doosje downloaden en uitlezen. Dus heel simpel, je gaat naar de website makercase.com en dan kom je hier op deze website terecht waar dat je een aantal voorbeeldjes hebt staan van verschillende soorten doosjes. En er staat hier ook helemaal van onder een knikkerbaangenerator. Die gaat in 3D een object genereren dat je kan 3D printen. Daar gaan we vandaag niet op focussen, maar het allereerste voorbeeld is gewoon een standaard doosje, een basic box. En je ziet hier al dat hij in 3D je doosje dat je aan het genereren bent gaat voortonen. Het is een Amerikaanse website, dus standaard staan de afmetingen hier in inches. Maar je kan het dus aanpassen. Het eenvoudigste is dat je de eerst en vooral op millimeter zet, zodat je een beter beeld hebt van welke afmetingen dat je je doosje aan het geven bent. En eigenlijk moet je hier gewoon alle stappen op de linkerzijde doorlopen van boven naar beneden. En dan heb je op het einde een doosje gecreëerd met de afmetingen die jij wilt en de verbindingstechniek die jij wilt. Dus standaard heb je hier een kubus, maar je kan ook die afmetingen aanpassen. Stel bijvoorbeeld dat je een doosje wilt dat breder of langer is, dan kan je hier bepaalde andere afmetingen ingeven. Stel we willen eentje van 200 mm breed. Ik ga een doosje maken dat redelijk breed en diep is en niet zo hoog. Dus ik wil eentje van 40 of 50 mm hoog. Voilà. En de diepte mag hier op 100 staan, dat is goed. Voilà. Dus ik heb hier nu drie afmetingen gemaakt. Ik kan hier ook scrollen, zoomen en in 3D dat bekijken. Kan ik even kijken wat dat juist is. Ja, gewoon klikken en slepen om rond je object te draaien. En scrollen om in en uit te zoomen. Dus je ziet hier nu al je doosje staan. Die afmetingen die je juist hebt ingegeven, heel belangrijk dan, moet je aanduiden of dat die afmetingen die je hebt gekozen, of dat dat de binnenmaten zijn van je doosje of de buitenmaten. Wat wil dat zeggen? Als je hier je doosje hebt, die breedte van 200, dat is dus de maat van dit volledige stuk hier, slaat dat op de afstand die je meet van de buitenste zijde naar de buitenste zijde. Of met andere woorden, moet je doosje ergens kunnen inpassen. Dat in een opening die voorzien wordt van 200 mm lang. Of moet er iets dat 200 mm lang is in je doosje kunnen passen. En dan kan je dit hier veranderen naar inside. Dat zijn de afmetingen die je hebt opgegeven, de afmetingen van de binnenkant van je doos. Voilà. En je ziet, als je inside ingeeft, dan wordt je doosje automatisch groter. Outside, dan gaat hij de buitenafmetingen van je doos hier veranderen naar de afmetingen die je hebt ingegeven. Dus goed opletten dat je hier de juiste van de twee kiest. Dan, ook heel belangrijk, je hebt wel bepaalde afmetingen bij je doosje, maar je moet natuurlijk ook ergens kunnen aanduiden welke dikte dat je plaatmateriaal is waar dat je gaat de laser snijden. En dat kan je hier doen. Standaard zit er een aantal diktes in, 3, 6, 9, 12. Als je een andere dikte wil gebruiken, bij ons in het lab hebben we bijvoorbeeld hout liggen van 4 mm of 8 mm, dan moet je die dikte zelf toevoegen door hier op custom te klikken en dan kan je hier bijvoorbeeld 4 mm ingeven. Oké, en dan past hij dat automatisch ook aan
naar die dikte van 4 mm. Dan kunnen we hier nog kiezen of de doos die we hier creëren, of dat een gesloten box moet zijn. Stel bijvoorbeeld dat we ergens een behuizing van iets aan het maken zijn en dat dat langs alle kanten moet afgesloten zijn, dan is het handig dat dat een gesloten, een closed box is. Als dat ergens een doosje is dat mag open blijven, wat een soort van schuifje moet worden of weet ik veel wat, dan kunnen we hier op open klikken en dan gaat hij de bovenkant niet meenemen in het ontwerp en we hebben een doosje dat open staat. Tot nu toe weinig spectaculairs. We hebben wel al onze maten automatisch gegenereerd, maar we willen natuurlijk dat hij automatisch ook mooi die verbindingen hier creëert. Dus standaard staat hij hier op flat, dus dat wil zeggen dat hij al de verbindingen gewoon vlak, zijde tegen zijde gaat genereren. Maar we willen hier natuurlijk deze finger joints kiezen en dan gaat hij daar een soort tandverbinding op creëren. Dus gaat automatisch al die tandjes in de overlappende randen genereren. En dan hebben we hier nog een slider liever, waarmee dat we kunnen kiezen of dat we die tanden, hoe breed dat we die tanden precies willen. Of dat we er meer smallere willen of weinig bredere. Dus daar heb je wel wat controle over. En dan heb je heel snel een doosje gecreëerd dat bijvoorbeeld zou kunnen gebruikt worden om ergens in te plaatsen. Of waar dat iets in kan passen met een bepaalde afmeting. Naast die flat heb je hier ook nog T-slot staan. T-slot is eigenlijk een speciale variant van een tandverbinding, van een finger joint. Als je daarop klikt, dan gaat hij extra geometrie voorzien, zodat je kan een moer daarin schuiven en achteraf je verbinding kan toeschroeven. Dus dan kan je een bout langs de ene kant in je ontwerp steken gaat die bout klemmen in die uitsparing waar dat die moer kan in voorzien worden. En zo kan je een doosje maken. Het nadeel van deze manier is, het is iets meer werk of iets omslachtiger om ineen te steken dan deze bijvoorbeeld. Die kan je verlijmen en die zitten perfect vast. Het voordeel van deze methode is dat je wel iets kan maken dat nog altijd achteraf openschroefbaar is. Dus als dat een behuizing is waar je misschien op termijn aan de binnenkant moet aankunnen om dingen aan te passen of om te kunnen repareren, dan is dat wel handiger dat je je behuizing kan openschroeven en dat je niet een verlijmde behuizing helemaal moet afbreken en opnieuw maken. Je kan ook de combinatie doen en twee doosjes genereren en dan één paneel een beetje gaan bewerken, zodat je alles kan samenlijmen, maar nog één paneel kan openschroeven. Maar dat moet je dan zelf in Inkscape of bijvoorbeeld of in een ander pakket een beetje met je lijnen gaan ontwerpen om dat goed te krijgen. Als je daarvoor kiest voor die T-slots, kan je ook kiezen wat dat de lengtes van je bouten zijn en wat dat de schroefmaat is van je bouten. Dus als je boutjes hebt liggen, een M4 bijvoorbeeld, en dan gaat hij daar een bredere slot voor voorzien. En als je langere boutjes hebt liggen of langere boutjes wil gebruiken, dan gaat hij hier ook die maten aanpassen. Er wel mee opletten, als ik hier heel grote maten ingeef en een heel klein doosje aan het maken ben, dan gaat hij foutjes beginnen genereren. Dus daar moet je wel een beetje mee opletten. In dit geval ga ik het nu gewoon hierop houden. Oh, ik ben hier een beetje te enthousiast aan het zoomen. En als je doosje staat ingesteld zoals dat je het wilt, stel dat ik dit doosje nu wil lezen, dan kan je gewoon verder scrollen naar beneden en kies je hiervoor download box plans. Voilà, en dan krijg je in 2D een voorbeeld van alle zijkanten en de onderkant die in dit geval gegenereerd worden. En gaat die ook labelen. Je kan dat uitzetten. Als je hier de panel labels uitzet, dan krijg je gewoon puur je ontwerp. Maar het is het eenvoudigste, als je ze laat aanstaan, dan weet je welk stuk dat welk is. En dan kan je in de software van de laser nog altijd ervoor kiezen om enkel de rode lijnen uit te snijden en de zwarte letters hier gewoon te negeren. Dus dat is minder belangrijk. Je kan de diktes en de kleuren van je lijnen instellen, maar dat is in principe ook minder belangrijk, want normaal gezien ga je alles als snijlijn binnenhalen en kan je de kleur nog aanpassen in bijvoorbeeld Inkscape. Maar wat dat wel nog belangrijk is, is hier de laatste tabblad wanneer dat je je doosje exporteert. Hier kan je ervoor kiezen om
een curve-waarde. Dus als je de vorige live-sessies hebt meegevolgd, daar heb ik het elke keer over gehad. Dus het snijverlies dat je hebt wanneer dat je met je laser door een plaat gaat. Om dat te compenseren. Om ervoor te zorgen dat als je tandjes hebt, dat die mooi in elkaar passen en dat die niet te los zitten of niet te breed gemaakt zijn, zodat je je vormen niet in elkaar gepast krijgt. Dat hangt af van materiaal tot materiaal en van machine tot machine. Bij onze laser ligt dat meestal ergens tussen de 0,15 en 0,25, dus rond de 0,2. En dan gaat hij al die tandjes een beetje groter maken dan wanneer dat hij dat materiaal wegbrandt, dat die tanden mooi de correcte grootte gaan hebben en dat die mooi in elkaar gaan passen. Zonder dat je doosje uiteenvalt of niet in elkaar gaat passen. Dus als je die waarde hebt toegekend, dan kan je je ontwerpje downloaden als SVG, is het eenvoudigste in ons geval. Voilà, en dan maak je daar een SVG-file van aan. En die kan je dan openen in Inkscape. Dus ik ga even kijken, bij de download staat die box. Voilà. En ik kan die gewoon rechtstreeks openen. En binnenhalen in Inkscape. En dan gaan we een keer kijken wat dat het resultaat is van ons gegenereerd doosje. Voilà. We zien hier al de zijden staan. Ik ga mijn lijnkleuren mijn lijnen liever ietsje dikker zetten, zodat je ook op het scherm duidelijker kan zien hoe dat de lijnen lopen. Dat zit hier. Lijnstijl. Voilà. Dat is ietsje duidelijker, vermoed ik. De dikte van de lijnen doet er toch niet toe voor het ontwerp. De lasersnijder gaat altijd de lijn perfect in het midden volgen. Dus of dat er nu een heel brede lijn is op je tekening of een heel dunne, je kan die lijndikte instellen in de software, maar dat gaat eigenlijk weinig veranderen. Dus een dikkere lijn gaat duidelijker zijn op je scherm, maar een dunnere lijn gaat misschien meer overeenkomen met wat er in de praktijk echt gaat weggebrand worden. Voilà, hier kan je nog altijd die labels verwijderen of een andere kleur geven, mocht je dat wensen. En je kan hier ook nog altijd extra dingen toevoegen. Dus stel dat je een doosje aan het maken bent waar dat iets bepaald in moet, dan kan je de naam van iemand of de naam van wat dat je er wilt insteken. Niet dat je iemand in een doos moet steken, maar je weet wel wat ik bedoel. Kan je je eigen woorden hier toevoegen in Inkscape. Dus stel dat je een doosje aan het maken bent om een bepaald type, we hebben het er juist over M4-boutjes gehad, M4-boutjes in te steken. Voilà, dan kan je dat label daar ook op aanmaken en dat mag dan op deze zijde staan en misschien op de andere zijde ook. En dat als je het in de andere richting in je rek steekt, dat je het ook daar kan lezen wat dat juist is. Dus daar kan je nog op verder gaan. Je kan er nog uitsparingen in voorzien. Stel dat je ergens wilt ervoor zorgen dat er... stel dat dan behuizing is van het een of het ander en dat er ergens een knop moet inkomen, dan kan je daar de uitsparingen in voorzien. Zodat je die knop daar kan in monteren of dat je een bepaalde display er kan in monteren of dat je een rooster hebt zodat er geluid of lucht door kan. Hier kan je in tekenen wat dat je wilt. Deze tekening stuur je dan naar de laser en dan kan je je volledig ontwerp uitlezen en terug samen puzzelen. Dus dat is even kort voorgetoond hoe dat MakerCase juist in zijn werk gaat. Ik ga nog even terugkomen op de andere, hè. Dus nu zitten we in Basic Box, maar als je gewoon op MakerCase begint, hè, dus degene die we nu gezien hebben is een simpele balkvormige box. Je hebt daar ook nog een beetje exotischere tussen zitten, waarbij dat je gaat kiezen voor doosjes die bestaan uit meerdere zijden, dus vijfhoekige of 12-hoekige doosjes. En daar kan je in overdrijven zoveel als dat je wilt. Opnieuw, de diameters, of de waarden die je gaat ingeven. Hier ga je een diameter ingeven, dus je gaat eigenlijk een cirkel benaderen met je polygoon. Welke diameter heeft die cirkel? Dus die kan je ook groter zetten wanneer dat je een polygoon doos wil maken. En je kan die dan ook hoger of lager maken. Voilà.
En hier opnieuw kan je kiezen of dat een open of gesloten doos moet worden en of dat die met een tandverbinding moet gegenereerd worden. Hoe meer zijden dat je hier gaat creëren, hoe ronder dat je object gaat worden, maar hoe groter dat je tanden hier gaan, hoe langer dat je tanden gaan moeten zijn om nog altijd met elkaar over te lappen. Dus op den duur, als je hier heel kleine diameters begint te nemen of heel grote aantallen panelen, dan gaat hij hier op den duur ook wel beginnen fouten genereren of dingen die meer op mandjes lijken of meer tand zijn als paneel. Kan ook wel een cool effect geven, maar het is meestal niet echt wat je wilt. En voor de rest op dezelfde manier de dikte van je plaat ingeven. En kun je nog wat spelen met de breedte van je tanden. En dan kan je opnieuw de 2D-plannen van laten genereren en downloaden. Met labels of niet, met de juiste curve. Op exact dezelfde manier als ik het u heb voorgetoond. En dan de laatste dat erin zit, dat is eigenlijk een combinatie van het genereren van doosjes en het genereren van flexibele scharnieren, dus living hinges. Ik heb hier ook wel een voorbeeldje liggen. Ik zal het u straks wel in detail voortonen, maar nu eerst misschien een keer gewoon. Dus voilà, dat is zo een voorbeeldje waar dat je kan door een bepaald patroon in je hout te laseren, je houten plaatje, dat normaal gezien dit is, dus gewoon een harde houten plaatje, door dat patroon erin te laseren, dat is hetzelfde soort hout, dezelfde dikte, kan je dat volledig flexibel maken, zodat dat bijna rubberachtig wordt. En zodat je dat ook kan gebruiken om bepaalde krommingen of als scharnier in een doosje te genereren. Voilà, en die zit dus ook in die maker case, dat is die meeste rechtse hier, de curve bend box. En daar, ja, ik ga natuurlijk wel een logische waarde moeten ingeven, anders gaat hij hier ook rare dingen genereren. Ik weet niet of hij hierop vastgelopen is of niet. Kan ik hier proberen te refreshen. Ja, genereert dat gewoon in de browser, dus als je daar een idiote waarde ingeeft, zoals dat hij hier bij mij om een of andere reden gedaan heeft, dan had hij daar ook moeite mee hebben. Hè. Dus ik ga hem hier gewoon sluiten en opnieuw proberen, maker case. Voilà, curve bandbox. Ja, nu zitten we er wel goed in. In millimeters. En hier kunnen we dan ook opnieuw kiezen om bijvoorbeeld een doos met een bepaalde breedte, hoogte, diepte te maken. En dan kunnen we kiezen hoeveel hoeken dat hij hiervan laat plooien. Dus standaard zijn alle vier de hoeken afgerond. Je kan ook kiezen om er maar 2 af te ronden of er maar 1 af te ronden. En dan genereert hij dit type doosjes. Stel dat je iets boekvormig wil maken. Dan zou je kunnen hier gewoon een hogere hoogte ingeven. Voilà, en dan, dat is wel heel veel, het is nogal een ogenboek. Dan creëer je zoiets. Voilà. En de afronding die je hier ziet, daarvoor gaat hij automatisch dat patroon genereren. Wat ik je straks ook ga tonen, je kan dat ook altijd zelf genereren met een plugin. Maar dat is de volgende stap, opnieuw de materiaaldiktes instellen. En wat je ook nog kan doen hier bij deze, is de radius aanpassen. Dus je hebt hier een doos die afgerond is langs de 4 hoeken nu, in dit geval, als je hier 4 aanduidt. En dan kan je ook nog kiezen met welke straal. Dus je kan hier een kortere of een langere straal ingeven. Als je dat heel kort neemt en dat die op een korte afstand gaat moeten je plooien genereren, dan gaat hij heel veel snedes moeten genereren om dat proper te kunnen doen. Dus je hebt altijd wel wat radius nodig. Je kunt je hout niet plooien, want dan gaat het breken. Dus je hebt altijd wel een afstand nodig om dat gradueel over te buigen. Dus neemt die best ook wat groot genoeg. En als je die te groot neemt, dan is dat ook een probleem natuurlijk. Want als je hier een doosje hebt dat 100 mm breed is of 70 in één richting. Als je dan een afronding gaat plaatsen die groter is dan
dan dat je doos breed of lang is, ja, dan kun je niet meer afronden als dat je materiaal hebt. Hè. Dus daar moet je ook wel op letten, dat je daar niet in de problemen komt, anders ga je ook weer met de miserie zitten dat je programma gaat crashen of blijven hangen als je daar een waarde in geeft die op niet veel slaat. Voilà, dus als dat je doosje opnieuw is, opnieuw download Boxplans en dan ga je hier in de 2D zien dat hij in het blauw gaat een zigzagpatroon genereren om die flexibele stukken te kunnen genereren. Ja. Je hebt hier dan nog een slider, opnieuw, waarmee dat je de grootte van de breedte liever van de tanden kan regelen. En dan nog één waarmee dat je kan ervoor zorgen of dat je gebogen stuk, of dat dat lichtjes uitgerokken of lichtjes gecompresseerd is. Dus dat is die stretch, als je dat hier op een aantal percent zet, dan gaat hij geplooide deel uitrekken over je kromming. En als je dat hier negatief zet, dan gaat hij het samen duwen over je kromming. Dus daar kan je ook wel mee spelen, soms geeft dat een iets beter resultaat. Hangt er weer wat vanaf met welk materiaal je precies aan de slag bent. Dus die Maker Case, dat is de eerste optie. De tweede optie is Boxes PY. Daarvan ga ik er een aantal tonen, want dat is zeer uitgebreid. Dat is eigenlijk zo goed als hetzelfde principe als Maker Case. Maar dat is een volledige bibliotheek met een honderdtal van dit soort generatoren. Dus nu heb je er enkel voor, in Maker Case heb je er enkel voor doosjes, voor de gewone basic boxes, die polygonen en die afgeronden. In Boxes PY heb je een verzameling, en dat is ook gewoon de link die hier staat, een verzameling aan heel veel verschillende soorten doosjes die je kan genereren. Of andere dingen ook. Dus als je daar gewoon gaat opstaan met je muis, gaat hij meestal ook een preview tonen van welk soort doosje dat is. Er zit bijvoorbeeld zo een volledig rond doosje in met een schroefdop dat je kan toedraaien. We kunnen die een keer openzetten. Voilà. En dan krijg je een hoop parameters en opnieuw de foto van een voorbeeld dat je ziet. En dan kan je kiezen welke diameter dat je doosje heeft, het aantal pinnen dat erin zitten. Als we dat hier op 3 zetten en dit hier wat groter misschien. Diameter 120. Je kan hier ook dan die alignment pins, dat gaat hij extra gaten creëren in de zijkant, zodat je daar bijvoorbeeld, in dit geval, stel dat je brochettenstokjes zou hebben bijvoorbeeld, of tandenstokers, dan zou je die kunnen gebruiken om je ringen die je hier hebt, allemaal op dezelfde manier perfect te kunnen stapelen, zonder dat je een half uur bezig bent met dat allemaal mooi uit te lijnen. Dus als je satéstokjes hebt liggen met een diameter van 3 mm bijvoorbeeld, of van, ik ga hier nu gewoon iets ingeven, voilà. En dan, als je op OK klikt of op Enter duwt, zoals ik nu juist gedaan heb, dan gaat hij opnieuw die een SVG voor u creëren, waarbij dat je hier die gaatjes ziet. Dus gaat hij misschien die dikte wat dieper moeten nemen, ervoor te zorgen dat je niet te dicht tegen je rand zit. En die kan je dan allemaal stapelen, om dergelijke doosjes te creëren. En hier kun je, ja, de hoogte van je doosje wordt bepaald door het aantal keer dat je hier de dikte gaat genereren. Ja. Dat kan je dan ook allemaal kiezen. Dus die Boxes PY, dat is eigenlijk gewoon een verzamelaar. Je ziet hier gewoon bij boxes staan er al een stuk of 20, 30 verschillende soorten doosjes. Er staan niet altijd een voorbeeld bij. Een aantal trays. Ze hebben ook een aparte opdeling voor die doosjes met afgeronde zijkanten. Er zitten er ook een aantal in. Dit is bijvoorbeeld een doos met een flexibel deksel. Een flexibel scharnier om te kunnen openklappen met een deksel. Wat zit er hier nog in? Een doos in de vorm van een hartje. Dat kun je ook automatisch genereren. Dan heb je nog een aantal een soort space dividers, wat je kan gebruiken om opdelingen te maken. Stel dat je ergens een grote doos hebt waar dat heel veel kleine doosjes in moeten en dat je dat wilt rangschikken, dan kan je daarvoor ook opdeeltrays genereren, om die op een slimmere manier op
maat van hetgeen dat je er wil insteken te kunnen laten maken. We hebben hier nog, wat zijn deze nu weer al? De kan ik er een genereren? Ah ja, dat zijn bijvoorbeeld dingen om houdertjes te maken waar je iets kan aan ophangen. Er zitten ook een aantal standaard templates in. Dus bijvoorbeeld stel dat je een behuizing aan het maken bent en dat je een box gegenereerd hebt, dan kan je ook automatisch de aanhechtingspunten voor een stappenmotor creëren. Dus stel dat je ergens een behuizing aan het maken bent met bepaalde afmetingen, je genereert die box en je wil daar een uitsparing voor een stappenmotor en een uitsparing voor een ventilator in maken, dan zou je bijvoorbeeld hier bij die fanhole ervoor kunnen kiezen om automatisch de uitsparing voor een ventilator te creëren. En je weet dan dat je ventilator een diameter heeft van 100 mm bijvoorbeeld. Dat die een diameter, dat de gaten waarmee dat die vastgeschroefd wordt op je behuizing, dat 3 mm gaten zijn. En hier kan je dan al die parameters invullen. Het aantal schoepen van je ventilator, het type van je ventilator, en dan gaat hij automatisch zo'n patroon genereren dat opnieuw gewoon een SVG is dat je kan binnenhalen in je ontwerp in Inkscape en plaatsen op je behuizing waar dat je maar wil. Dus we zullen die hier ook een keer genereren. En dan als je die gegenereerd hebt, moet je die opslaan als, en normaal gezien kan je hier, voilà, opslaan als SVG-document, kan je nu op mijn bureaublad zetten. Voilà. En je kan hier ook kiezen, dus je gaat standaard die 100 mm erbij zetten als referentie, om zeker te zijn dat hij dat goed binnenhaalt. Maar normaal gezien, kijk, voilà, dus dat is hier die referentie. Je kunt kiezen hoe lang dat die referentie is, en als je dat op 0 zet, normaal gezien gaat hij er geen genereren. En anders moet je ze er maar uithalen in Inkscape. Dus we hebben hier nog een ontstekening van daarjuist staan. En daar kunnen we dan gewoon bestand importeren. Hetgeen dat we hier juist hebben gemaakt voor die uitsparing. Kijk, voilà. Dus nu weten we direct dat wat we hier binnengehaald hebben, dat dat op de juiste grootte gaat staan. Want als we hier gaan kijken en we zetten dat op millimeter, dan zien we dat die breedte hier ook 100 mm is van die referentie. Hè. Er staat hier 100,2, maar die 0,2 staat erbij omdat dat de dikte van uw lijnen is. Dus daar rekent hij ook mee. Voilà, en die kan je dan plaatsen waar dat je wilt. Je moet gewoon opletten dat je ze niet verschaalt, want anders klopt het niet natuurlijk. Dus de uitsparing voor de ventilator die ik nu gegenereerd heb, is te groot om in de doos die ik had staan in te bouwen. Maar op die manier kan je die wel combineren. Voilà. En dan zitten er nog een paar speciaaltjes in. Je moet er maar een keer in bladeren. Het is echt gewoon een gigantische database met weet ik veel wat in. Je kan automatisch een robotarm genereren met een bepaald type servo's. Je ziet, naarmate dat je verder scrolt, heb je meer parameters die je kan aanpassen. Maar dan kan je automatisch dat soort dingen ook genereren. Op maat van die 9 gram servo's die daarin zitten. Dus dat is vooral een zeer interessante database om op terug te vallen, die Box SPI, en om een keer door te scrollen en om te zien wat je dat kan besparen in tijd. Dan de flexibele scharnieren. Ik ga je nog juist even een voorbeeldje tonen van een combinatie van een doos of iets wat wij hier gebruiken. Voilà. Dus dat is een van de dozen die wij ook gegenereerd hebben op die manier en waar dat we zelf op verder informatie zetten. Kijk, ik kan er dan je logo op zetten. Een slogan, er staat op wat het erin zit. Dus dat is eigenlijk gewoon een doos waar dat er een aantal circuit boards in zitten, waar dat we dan met de leerlingen een aantal proefjes mee kunnen doen op de school hier. En door die gewoon volledig te verlijmen, hang je een onderkant stevig aan elkaar, heb je een doos. En in de bovenkant zijn er gewoon twee extra cirkeltjes getekend, waardoor dat je hier makkelijk je vinger kan insteken om je doos weer open en toe te doen. En zo heb je je eigen gecustomized doos voor wat je maar wil. Hè. Dat is het grote voordeel dat je dat allemaal op die manier kan
kan doen. Dan de flexibele scharnieren, of de living hinges, daarvan heb ik ook een aantal voorbeeldjes gemaakt. En eigenlijk heb je daar altijd drie parameters die terugkomen. Maar ik zal je ook eerst de voorbeeldjes voortonen. Dus zoals ik daar juist al getoond had ook, we hebben hier een gewoon standaard houten plankje van 4 mm dik. Ja, dat kun je natuurlijk niet plooien of buigen, dat spreekt voor zich. En jij kunt aan de hand van drie parameters een patroon genereren dat zo geschift, een ten opzichte van elkaar geschrankt lijnpatroon gaat doen, gaat genereren, waardoor dat je een soort doolhofachtig zigzag patroon krijgt dat je hout flexibel kan maken. Nu, naarmate dat je meer lijnen gaat toevoegen, en je ziet hier ook bij de verschillende stukken, hier heb ik er weinig, hier heb ik er altijd meer, en naar links. Dus hier heb ik er eigenlijk bijna niet genoeg. Dit is een klein beetje flexibel, maar als ik dat verder ga buigen dan wat je hier ziet, je hoort het misschien al, dan gaat dat gewoon beginnen kraken. Dus als je er echt te weinig hebt, dan is je stuk eigenlijk gewoon fragiel geworden. Het hangt enkel ook vast aan die smalle stukjes. Ik kan je een keer of van dichtbij laten zien. Dus je hebt hier die aanhechtingspunten waar dat nog vasthangt. Dus dat zijn allemaal maar smalle stukjes. Maar als die nog iets te breed zijn, dan gaat het ervoor zorgen dat die juist breed genoeg zijn om je stuk te laten breken. Ik heb er onderaan ook altijd de drie parameters bijgezet. Dus de cut, dat is de lengte van de snedes. Dus hier heb ik altijd snedes van 20 mm. Dus een snede van 2 cm. Gap is de afstand tussen twee opeenvolgende snedes. Dus er zit altijd 5 mm materiaal tussen. En dan heb je sep. Sep is de afkorting van separation. En dat is de afstand tussen twee naast elkaar liggende snedes. Dus hier heb ik altijd snedes gegenereerd van 20 mm lang. Met 5 mm tussen in die richting en 5 mm tussen in de andere richting. Dus dat is niet genoeg om dat heel flexibel te maken. Dus ik heb dat dan nog eens gedaan met 3 mm tussen in elke richting. Dus hier is een cut van 20, een gap van 3 en een separation van 3. En dit kan je wel al buigen. Hè. Dus dat is nog altijd redelijk stevig. Ik kan dat ook niet volledig, ik kan dat niet veel verder dan dit buigen. Dus een rechte hoek kan ik daar juist mee maken. Maar ik kan dat niet op zichzelf plooien en dat is ook redelijk, ik weet niet wat dat het juiste woord is om dat correct te beschrijven. Stroef is het niet, maar het is niet super slap. Dus er zit nog een redelijke spanning in. En als je dan verder gaat met, hier heb ik langere snedes gebruikt. Een cut van 30 en een separation van 2. Dus dat wil zeggen, ik heb hier meer plaats voorzien tussen twee opeenvolgende lijnen, maar minder tussen twee naast elkaar liggende lijnen. En de sneden zijn ook langer gemaakt en dat is ook al een deel flexibeler. En je ziet, je moet eigenlijk gewoon altijd met die parameters spelen tot als je iets hebt. En dat is dan het meest extreme geval. Kijk, dat kan je... Je kan het wel altijd buigen, je kan het nooit plooien. Hè. Dus als ik hier nu zou opduwen, dan zou ik het sowieso ook kapot maken. Hè. Maar je kan eigenlijk maar beter altijd te veel lijntjes voorzien en dan gaat je onderdeel ook zeker niet breken wanneer dat je het gaat plooien. Dit duurt natuurlijk ook wel langer om te snijden, want je hebt meer lijntjes. Hè. Dit snijdt waarschijnlijk 2 of 3 keer zo snel als dit, maar dit plooit dan ook niet. Dus dat is wel de afweging die je moet maken. En ook nog een heel mooie illustratie is dit van het principe van die curve. Hè. Aangezien dat je hier altijd heel veel materiaal gaat wegnemen, hè, als je hier je oorspronkelijk plaatje hebt, die hebben allemaal dezelfde afmeting, maar hier heb ik diegene met de meeste sneden in. Als ik deze ga samendrukken, ik zal ze zo leggen, dat je het goed ziet, dan kan ik hier, hè, dus dat wordt hier bijna een halve centimeter korter. Dus dat is allemaal materiaal dat weggebrand is hier en dat je kan indrukken onder compressie.
Dus dat is een perfect voorbeeld van de materiaal dat je verliest door die curve. Omgekeerd ook, kan je daar wel aan trekken en kan je dit uittrekken. En kan je ook je stuk een beetje langer maken. Vandaar ook dat die stretch factor interessant kan zijn als je iets probeert rond een afronding te buigen. Hè. Dat die wat erover gestretched wordt of juist niet. Maar meestal zijn die ook niet zo sterk. Dus die living hinges, die kan je redelijk goed gebruiken zolang dat je ze zo buigt. Die plooit natuurlijk. Bewegingen zoals torsing, daar kunnen ze meestal minder goed tegen. Dus als je ze zo onder spanning zou zetten. En het uitrekken of comprimeren, daar zijn ze gevoeliger aan dan wanneer dat je ze gewoon zo gaat behandelen. Oké, dus dat is het principe van die dingen. Ik ga nog eens terugkomen op de theorie ervan en ik ga je ook tonen hoe je dat in Inkscape kan genereren, want er bestaat een extra plugin voor. Dat is stap 3, dus het moeilijkste van de webinar nu. Omdat dat niet zo eenvoudig is om die plugins te installeren. Dat zit wat verstopt op in de programfiles van je computer. Dus je hebt hier die drie parameters. En hier zie je dat ook nog een keer met het voorbeeld erbij. Dus de lengte van de snedes, de afstand tussen twee opeenvolgende snedes en de afstand tussen twee naast elkaar liggende snedes. Dus de cut, gap en separation. Voilà, dan een aantal voorbeeldjes, dat je een beetje een idee hebt wat je ermee kunt doen, ook niet onbelangrijk. Dus die generators gaan altijd gewoon op basis van die drie parameters rechte lijnen creëren. Maar in principe is het gewoon belangrijk dat je dat geschrankt zigzagmechanisme hebt om flexibiliteit in je materiaal te krijgen. Dus het hoeven daarom geen perfecte rechte lijntjes te zijn. Dat kunnen eventueel ook, zoals dat je hier links ziet, die y-vormige snedes zijn of een andere vorm. Die kunnen ook wat openstaan. Dus dat kunnen in de plaats van gewoon snedes van lijntjes ook kleine rechthoekjes zijn. Of cirkeltjes of weet ik veel wat. Het belangrijkste is dat ze genoeg kunnen overlappen en dat je daar een groot genoeg zigzag in hebt. Want als je een stuk hebt dat rechten doorloopt zonder dat het onderbroken is, dan ga je nooit die flexibiliteit daarin krijgen. Maar op deze manier kan het ook een mooi vormgeeflijk element van je ontwerp worden. Hè. Dus hier zie je een aantal voorbeeldjes van een leuning van een stoel, een flexibele vis die je zou kunnen maken. Dit was denk ik een lampenkap. Ik moest even denken op het Nederlandse woord ervoor. Die op dezelfde manier kan rondplooien en doordat je daar die coole structuur in hebt, geeft dat ook een cool effect als je er een lamp in steekt, omdat dat je licht helemaal gaat breken. En ook een heel mooie, zo'n brillenkas, die je op die manier ook kan tekenen. Hè. Dat is eigenlijk gewoon één lange rechthoek die volledig flexibel is en die hier tegen een ovaalachtige stukje aan de zijkant gelijmd is. Hoe kan je dat nu maken in Inkscape? Dat zit niet standaard in Inkscape, dus dat is een extra plugin dat je moet installeren. Ik heb de links ook in de presentatie gezet, die zet ik straks in de als reactie nog op de live video, dan kan je die ook nog direct bekijken. En dit is nu de link naar de plugin, dus die staat hier op de website van Inkscape zelf. Je kan die downloaden door hier op dat pijltje te klikken en dan gaat hij in de file downloaden, in de zip. Die zip moet je uitnemen. Voilà. Dus dat is dan die map. En het belangrijkste van alle Inkscape plugins, ik ga er nu heel kort doorlopen, je kunt dat wel opzoeken als je dat kan installeren ook, is dat je, ik ga dat nu verwijderen want het is in die nog open stond. Die heb ik juist gedownload, dus hier eerst alles uitpakken. Dat daar twee bestanden in zitten. Ja. Enerzijds heb je een .inx bestand en dan heb je ten tweede een .py, dus een .py bestand. Dus die twee bestanden die moet je in de juiste locatie op je computer zetten, dus in de programfase van Inkscape. En dan heb je die plugins ook geïnstalleerd op je of toegevoegd aan uw Inkscape liever. Dus ik zal dat
even heel snel voortonen. Dan kan je er nog op terugvallen, moest je het willen proberen. Dus als je naar je computer gaat, naar je C-schijf en bij je programfiles, daartussen zou er dan Inkscape moeten staan als je dat geïnstalleerd hebt. En in de map van Inkscape moet je gaan naar Share en dan Extensions. En dan zie je hier al de extensies die al zijn toegevoegd aan je Inkscape. Dus er zit een hoop standaard erin. Je kan er zelf aan toevoegen zoveel als dat je wilt. Er bestaan er heel veel. Maar het belangrijkste is altijd dat elke extensie hier zowel de INX als de PY-file heeft of daaraan toevoegt. Dus die kan je dan gewoon van die map die je gedownload hebt slepen naar die extensies map. Ik heb dat nu al gedaan. En dan moet je enkel je Inkscape afsluiten en opnieuw opstarten. En op het ogenblik dat je Inkscape opnieuw opstart, gaat hij die nieuwe extensies ook binnenhalen. En als dat goed gelukt is, dan zou je kunnen hier bij uitbreidingen naar renderen gaan. En dan zou er daartussen moeten staan Living Hinge. En dan heb je een extra patroon, een extra plugin liever. Een extensie die je toelaat. En je herkent hier al direct door middel van die drie parameters. De cut, de gap en de separation. Om zo een patroon te genereren. De standaard plugin die doet dat op basis van de rechthoek die je getekend hebt. Dus stel dat je een boekcover zou willen maken die flexibel is. Dan ga ik dat even voortonen. Dus ik ga hier ons ontwerp dat we hadden wegdoen. En ik ga gewoon een rechthoek tekenen. Zo. De vulling uit de lijnkleur aan, zodat je de lijnen ziet lopen. Ik zal de lijn nog wat dikker zetten om het wat duidelijker te maken. Voilà. Dus dit is mijn boekcover dat ik wil maken. Ik heb een voor- en een achterkant, dus ik ga dat dupliceren. Voilà. En wat ik wil is dat tussen mijn voor- en mijn achterkant, dat daar een flexibele rug tussen zit. Dan moet ik een extra rechthoek creëren. Dus ik ga hier gewoon ene snappen die van daar naar daar loopt. En dan kan ik binnen die rechthoek, of binnen de geometrie dat ik geselecteerd heb, dus dat moet eigenlijk altijd een rechthoek zijn, daar die flexibele hinges in creëren. Dus ik kan hier naar uitbreidingen renderen gaan, living hinge, opletten dat je eerst die rechthoek hebt geselecteerd. Hè. En dan kan ik hier met die bepaalde parameters en uit mijn testjes kan ik hier zien dat ik met een cut van, wat had ik hier genomen? Ja, 20, 3 en 1,5. Dat is een goede, normaal gezien, om iets mee te genereren. Je kunt dat hier ook live voor vertonen aanzetten, dan ga je al zien wat dat genereert. Voilà. En dan kun je eventueel nog wat parameters aanpassen als je ziet van oh, dat is te veel of dat is te weinig. Dan zou je dat misschien, want ik heb hier nu een redelijk grote afstand, hij zit dan nu redelijk dicht op elkaar. Ik kan natuurlijk niet inzoomen terwijl ik in die plugin zit, dus ik ga ze gewoon toepassen en ik ga nu inzoomen. Voilà. En dan heeft hij hier dat zigzag lijntjespatroon gegenereerd met die afmetingen. En als ik dat dan wil laseren, ja, dan moet ik die natuurlijk ook allemaal in dezelfde kleur zetten, dat hij die ook gaat uitsnijden. Mijn oorspronkelijke rechthoek die ik gebruikt heb om daar binnenin dat patroon te genereren, mag dan ook weg. Wel zien dat je niet je gegenereerde lijnen verwijderd. Dus deze mag weg liever. Maar je moet wel zien dat je rondom rond je vorm uitsnijdt. Dus die lijnen wil ik ook niet uitsnijden. Ik ga hier deze een beetje opschuiven. En deze. Zo. Voilà. Dus nu heb ik een boekcover gemaakt. Ik ga hier al mijn lijnen even dik zetten. Dikte van 2 misschien, dat is te dik. Ah ja, want die separation is al minder 1. Voilà. Voilà, dus nu zie je, hij gaat de contour van mijn boek snijden en in het midden gaat hij dat volledig zigzagpatroon uitsnijden. En dit zou een flexibele, ja, dat wordt eigenlijk een flexibele plaat die ik dan kan toeplooien, zodat ik eigenlijk een boek kan maken die er zo'n zijkant gaat hebben.
Voilà. En dan nog een laatste ding om op terug te komen. Dus de Inkscape plugins. Ja, ik heb hier een link toegevoegd naar de Living Hinge extensie van Inkscape zelf, die op de website van Inkscape zelf staat. Maar die werkt volgens mij enkel nog met de vorige versie van Inkscape. Degene die ik vandaag heb gebruikt was ook de oudere versie. Ze zitten ondertussen aan versie 1. En hier, van onder staat er ook nog een link. Dat is een gigantische verzameling. Dat is een library van, ik denk, 160 megabyte of zo, wat daar redelijk veel is voor gewoon extensies. Met honderden Inkscape extensies in. En daar zitten er ook een aantal in. Waarmee dat je Living Hinges, alles van die boxes PY, zit er ook allemaal ingebouwd, kan mee installeren. Dus dat is een volledige repository dat je kan downloaden en in je dingen toevoegen. Je ziet, het is eindeloos bijna. Daar zitten heel veel dingen tussen waar je misschien niks mee zet, maar daar zitten ook wel de Living Hinge generators tussen voor de nieuwe versie. Dus als je hier naar L gaat doorscrollen, zitten er 3 in, dacht ik. Ja, hier. Living Hinge, opnieuw de .inx-file en de .pf-file. Je hebt hier een Living Hinge, een Living Hinge 2 en een Living Hinge 3. Een van die 3 is exact dezelfde als degene dat ik je nu heb voorgetoond. Een andere gaat een doos met een flexibele zijkant creëren. En dan nog één gaat je volledig hinge standalone kunnen creëren. Wat bedoel ik daarmee? Je kunt dan die 3 parameters ingeven, dus de cut, de gap en de separation. Maar in de plaats van dat je eerst een rechthoek moet tekenen waar dat je binnenin dat patroon wilt creëren, kan je direct ook zeggen van ik wil dat dat ook een breedte heeft van zoveel en een hoogte van zoveel. En dan hoef je zelf geen rechthoek meer te tekenen, gaat hij puur de snijlijnen creëren. Dus dat zijn deze 2 extensies die je er kan voor gebruiken. Voilà, en dan heb ik alles aangehaald. Ik ga hier even door de vragen, waar ik het wou over hebben, even door de vragen scrollen, zien of er iets binnengekomen is van vragen. Niet direct, denk ik. Voilà, geen probleem. En dan, ik denk dat ik alles heb toegelicht wat ik wou toelichten. Dus dan zien we elkaar normaal gezien over 2 weken terug. Ligt nog niet helemaal vast wanneer, waar dat dan gaat over gaan. Oorspronkelijk hadden we gepland om met 3D-prints iets te doen. En daar zo lithofanen mee te maken. Maar dat ook nog onder voorbehoud zou kunnen dat we ook iets anders doen. Misschien iets met de vinylcutter snijden of tekenen. Of een combinatie van die 2. Dat zijn ook nog coole dingen die we kunnen doen. Dus in elk geval, dat was het voor deze week. En over 2 weken zijn we er dan terug.